een theorie die daar tegenwoordig veel voor gebruikt wordt, ook in het management, is meerstemmigheid. Dat dus de managers en mensen in bedrijven moeten leren van zichzelf en van elkaar dat je meerdere stemmen hebt. Bijvoorbeeld wat we straks zeiden, zo'n superego-stem, dat hebben mensen. Maar dat betekent, maar er zijn ook andere stemmen. Er zijn ook, bijvoorbeeld de incubatie van dat je denkt, ik moet geloof ik even, om creatief te zijn, moet ik even nu niks doen. Ja. Dat is iets wat niet, dat soort dingen wordt niet snel geaccepteerd. Er zaten allemaal managers. Ja. En toen heb ik, het eerste wat ik heb gedaan is, zij hebben de lezingen die ze houden of praatjes aan hun, personeel of e-mails die ze maken, ben ik gaan analyseren met hun. Ja. Wat zij willen is, een goede manager is altijd hetzelfde. Ja. Die heeft geen mood swings. Ja. Die zegt niet, jongens, soms, ik weet het ook even niet meer. Ja. Die zegt niet, eigenlijk... dit, volgens mij moeten we dit en dit en dit gaan doen. Maar eigenlijk is er ook een stem in mij die zegt, volgens mij wil ik alles houden dat zoals het is. Dat kan je niet maken. Dat is niet goed. Dat is geen goed management. Want dan laat je meerdere stemmen tegelijk horen. En volgens mij, en dat zie je ook steeds meer, dat innovatieve bedrijven, dat de meerstemmigheid op alle niveaus toegestaan wordt. En dus ook de emotie, wat gebeurt er dan als je dat toelaat? Wat laat je dan toe? Nou, dan laat je toe dat je bijvoorbeeld één keer per jaar, twee keer per jaar, zie je directeur, misschien niet in een volle zaal, maar wel in een beperkte kring, ontroerd raken door iets. Werkelijk ontroerd raken. Als je dat toelaat, dan denk je, ja, dat is die twee, drie keer per jaar is die zo geraakt dat hij het echt zit te janken. Ja. Dat kan net zo goed zijn van trots op iets wat gelukt is, als op iets verschrikkelijks, als op het persoonlijke leed van de kantinejuffrouw. Maar dat krijg je te zien. Als je dat toelaat, is dat een onderdeel van die man. Ja. Als je het niet toelaat, dan zeg je, wat hebben wij een watje als directeur? En zeg je dan eigenlijk, zeg maar, als je dat toelaat, het is een mens en we doen het samen. Is het meer een... Het is, je zegt, het is een onderdeel van die persoon. Ja. En het is een onderdeel van ons. En het is soms creatief ook en heel productief om op die lijn te zitten. Het is in een vergadering buitengewoon creatief als iemand op een bepaald moment zijn emoties werkelijk durft te tonen. Het is ook soms vreselijk creatief als iemand verbanden kan leggen waar iedereen, terwijl iedereen in een emotie zit, iemand heel duidelijk verbanden legt. Volgens mij heeft dat idee met dat te maken. Dat is ook heel creatief. Maar dus dat je die meerstemmigheid nodig hebt voor creatieve processen, dat is steeds meer. En dat zie je in management en ook in hoe er tegen innovatie aangekeken wordt.